Ja, vrienden, hebben jullie hem gezien? Die Jinek, bijgenaamd schuine streep de Bo. En gisteren met die klimaatvogel, met die Jelle. Ah, was hij weer om in te lijsten? Ja, dit is echt smullen en genieten geblazen, vrienden. Want, maar ja, je zal maar serieus bezig zijn met het klimaat. Stel je voor, je heet Kaag of je weet ik veel, en je zit daar naar te kijken en dan denk je bij jezelf, we hebben een paar mafkezen in onze club zitten. Hè? Of dat je op een andere manier betrokken bent bij het klimaat en je denkt echt bij jezelf, nou ja, daar wil ik ook wel serieus mee bezig zijn. Dan ben je toch in één keer ben je een beetje klaar. Met het klimaat toch, als je dat gezien hebt. Want die klimaatbeweging, die trekt dus een beetje kiriwiet aan. Ja, hij was goed, die gozer. In één keer zo op die tafel, wrijf met die lijm. Dat kan helemaal niet. Want volgens mij, boem, dan zit die handen gelijk vast. Maar goed, hij ging daar zitten en die Bo vond het verder wel goed. Want die is slim genoeg. Die dacht, wordt het zo'n uitzending. Dus die liet dat gewoon lekker gaan. Maar het allerleukste, vrienden, was natuurlijk de pauzenummer. Toen die werd ja, want hij moest natuurlijk die uitzending uit. Opgesodemieterd met die gozer. En dan zie je hem nog roepen ook. Want het was toch ook die Jelle, ook een halve gare eerste klas. Weet je wel, met zo'n half accentje en met zulke ogen, weet ik veel wat daar allemaal mee aan de hand was. En die roepen, jullie moeten het wel filmen, want mijn veiligheid is in gevaar. Zat hij op die tafel? Dat is toch voorkomen comedy capers allemaal. Dat is toch waar, die scène kan je bijna niet bedenken, weet je wel. Je gaat dus aan de wandel met iemand op een tafel die dus vastgelijmd zit. En dan zie je dat hele gebeuren gaan, hè, door die studio. Met die mensen van de productie of van decor. En dan hoor je één zo'n gozer nog zeggen. En dat is ook zo leuk. Die zegt, jongens, laat hem maar zakken aan die kant. Dan valt hij er vanzelf wel af. En hup, daar lag hij, onze grote activist. En de activist, die zat dus helemaal niet eens vastgelijmd, want die viel. En zei ook nog even vrolijk het woordje kanker, toen die viel. En, om even aan te geven, boep, kiriwiet en klaar. Ja, nou vrienden, tot zover de klimaatactivisten.